Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en vandaag ga ik laten zien hoe je in de comfort van je eigen huis je billen en je benen kan trainen. De oefeningen die ik vandaag ga laten zien zijn specifiek voor je billen en je benen, hoewel je ook een stukje je buik en je rugspieren mee traint. Het voordeel van deze oefening is dat je er geen sportschool, geen dumbbells, matjes of resistance bands voor nodig hebt. We gaan het puur met ons lichaamsgewicht doen en dat maakt deze oefeningen ook ideaal voor beginners. Tijdens alle oefeningen vertel ik ook hoe je ze correct moet uitvoeren en waar je ze zou moeten voelen om te weten dat je ze inderdaad ook goed uitvoert. Zijn dit nou de type video's waarin jij geïnteresseerd bent, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van meer video's. En let's get started. De eerste oefening die ik jullie wil laten zien is de squat. Daarbij ga je op schouderbreedte staan, je voeten naar voren, lichtjes naar buiten. Probeer een beetje gebogen knieën te houden. Je rug terecht, je borst naar voren. En dan probeer een punt in de verte te zoeken waar je je ogen op kan richten, zodat je ook naar voren blijft kijken en dat je niet in de squat gaat hangen. Dan ga je je armen naar voren, je kijkt een puntje omhoog. En dan ga je met je billen net als je op een stoel gaat zitten. Daarbij probeer je dus te zorgen dat je borst open blijft. En dat je heupen en je knieën zoveel mogelijk in één lijn komen. En bovenaan kan je je billen samenknijpen. Dat helpt een beetje om je billen ook te activeren en niet alleen maar je quads te gebruiken. Want dit is vooral een spieroefening voor de bovenbenen. Probeer je rug recht te houden en goed naar boven kijken. Deze oefening kan je 8 à 10 keer achter elkaar doen en dan heb je wel 1 setje gehad. Deze hoeven ze in principe dus ook niet met gewicht of met een resistance band te doen. De tweede oefening die ik jullie wil laten zien is de lunge. Ook hierbij ga je weer met de voeten op schouderbreedte staan. Misschien ietsje smaller. En ga je eerst natuurlijk bedenken met welk been ga ik beginnen. Ik begin nu met rechts. Dat betekent dat ik mijn handen op mijn heupen zet. Ik stap naar voren doe en mezelf laat zakken. Ook hierbij zorg ik weer dat mijn borstkas recht is, mijn buikspieren aangespannen. En wat ik zelf heel prettig vind is om te bedenken dat ik mijn linkerknie dan richting de grond moet duwen. Dus niet door mijn rechterknie naar voren, maar door mijn linkerknie naar beneden. En dan probeer je net boven de grond te stoppen, even vasthouden en dan weer terug omhoog, vanuit je achterste been. En ook dat je je rechte knie als die voor staat niet voorbij je tenen laat komen. Je gaat echt via de achterkant naar beneden, je houdt je bovenlichaam recht. En deze die ga je veel meer voelen ook in dit bovenbeen. Dus ook deze is meer voor de voorkant van de benen als voor de achterkant. Heb je nou een beetje dat je last hebt van je balans, kan je het met een stoel doen, kan er meer vasthouden. Je kan ook proberen je benen wat wijder uit elkaar te zetten, dat helpt ook om wat meer stabiliteit te houden. Ook deze oefening kan je weer ongeveer 10 keer herhalen per been. De derde oefening die ik wil laten zien is de single leg deadlift. Ook hierbij gaan we weer schouderbreedte wijd staan. Gaan we kiezen welk been we mee gaan beginnen. Ik begin met rechts. Dat betekent dat ik links vast een klein beetje naar achter ga zetten. Want we gaan buigen. We gaan proberen de romp naar voren te doen en niet in één lijn te brengen. Want het been dat we naar achter gaan zwaaien. De armen blijven hier een beetje los. Verticaal eigenlijk aan de grond staan. Dus we gaan proberen onze hak en onze kruin in één lijn te brengen. En weer terug. Hierbij proberen we de druk van het voorste been in die heel te houden, zodat je echt goed je hamstrings pakt. Mocht je dit nou lastig vinden, kan je ook nog de muur vastpakken of een stoel vastpakken. Ook hier helpt het weer als je wat breder gaat staan om je balans te zoeken. Ook deze kan je 10 keer herhalen voordat je overstapt naar het volgende been. Voor de vierde oefening gaan we wat lager naar de grond toe. We gaan op handen en knieën een hip extension doen. Oftewel de glute kickback of de donkey kicks, hoe je ze wilt noemen.
We gaan op handen en knieën zitten en we gaan met één been in de achterschot. Deze oefening is ook weer goed voor de bilspieren en voor de hamstrings en nog een klein beetje voor de buikspieren. De meeste oefeningen train je ook in de automatische buikspieren daarmee. Je probeert je handen onder je schouders te houden en je knieën onder je heup. Dan gaan we weer onze beurt één been naar buiten gooien, omhoog. Probeer je knie gelijk te houden aan je heup en in een rechte lijn te houden. Je werkt terug naar voren, één oefening naar buiten. Hierbij liggen zwaartepunten echt op je knie op de grond blijven staan. Zodat je hem goed gaat doorvoelen in je bilspieren. Deze zou je iets meer kunnen doen, misschien zelfs wel 15 keer al per been. Kijk even wanneer jij het echt goed belandt. En voor de laatste oefening van deze workout gaan we ook weer laag naar de grond op handen en knieën, namelijk de fire hydrant. Lijkt een beetje als een hondje die een boom aan wil plassen. En deze is vooral goed voor de buitenste bilspieren en ook een klein beetje voor de buitenkant van je bovenbenen. Om het allemaal net wat strakker te krijgen. Ook hierbij is het weer belangrijk dat je je armen recht onder je schouders zet en je knieën recht onder je heupen. Dan ga je weer kijken welk been je gaat gebruiken, in dit geval links. En die ga je dan naar boven tillen. En daarbij proberen dat je knie aan de zijkant van je heup gelijk komt. Misschien ben je nog niet zo flexibel, maar dat is het streven. Deze kan je ook weer 10 tot 15 keer herhalen. En dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat jullie wat aan hadden en dat je deze oefeningen thuis ook gaat proberen. Mocht je deze workout thuis gedaan hebben, laat het even in de comments achter, want dat vind ik altijd heel erg leuk om te weten wat jullie van deze video vinden. Geef jullie een duimpje omhoog als je meer workout video's wil hebben en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Dan zie ik je in de volgende video. Doei!